is een van de Nederlands succesvolste regisseurs. Wie kent films als Vlodder, The Lift en Amsterdam niet? Afgelopen zondag ging er in Amsterdam tijdens het filmfestival een documentaire over hem in première, de Dick Maas-methode. Laten we eerst eens eventjes gaan kijken en luisteren naar de trailer van die documentaire. Ik heb altijd het streven gehad om mensen te vermaken. Ik maak films voor een publiek, ik maak ze niet voor mezelf. Fuck de boodschap. Boodschappen doe je bij Albert Heijn. Nederland heeft een hele ordinaire smaak. En Dick Maas heeft daar een goed gevoel voor. Gewoon lekker commercieel zijn en daar je niet voor schamen. Een van onze grote regisseurs. Dick pakt genres die in Nederland geen traditie hebben. En maakt er dan iets van wat wel oer- en oer-Nederlands is. Het kan dus wel een leuke film maken in Nederland. Hij was een van de eerste in Nederland die met special effects de slimme oplossingen had. Achteraf denk je, oh, wat hebben wij gedaan daar? Zeker bij Vlodder had ik iets van, nou, dit wordt een kaskaker. Maar dat het zo'n succes werd? Gewoon een leuke comedy. Graag na de tering. Verder wel iets meer dan dat. Wieman, wat doet u nu? Ik voelde van alles, maar ik dacht gewoon doorspelen. Ik geloof dat ik niet beroemder kon worden dan met deze scène. Niemand had dat ooit verwacht. De First Four Studios hadden echt een backlot met straten. Ik had echt het gevoel dat Hollywood naar Nederland gekomen was. Het gaf het gevoel van, hier gaan nog hele mooie dingen gebeuren. En dat gebeurde er ook allemaal. Muziek maken, produceren, regisseren, schrijven. Hij doet alles behalve de broodjes smeren, bij wijze van spreken. Iets harder. Als we het gevoel hadden van, kan dit wel, dan wisten we dat we goed zaten. Ik zit gewoon te genieten als het wordt zoals hij het bedacht had. Ik zie zo'n klein glimlachje komen en dan zegt hij, ja, dat is wel aardig. Tevreden, Dick. Take two. De Dick Maas-methode. Als de trailer net zo goed is als de docu, dan gaan we hem zeker kijken natuurlijk ook. De docu net zo goed is als de trailer. Oh, zo is het inderdaad. Is het, ja. Hey, het is lekker als dat gezegd wordt over je. Nederland heeft een ordinaire smaak en jij weet dat goed te pakken. Ja, onder andere denk ik dan. Ja, dat is René Mioch. Die is een beetje van de boute uitspraken misschien. Maar is dat ook waarom in Nederlandse films voorheen altijd een televisieseries ook altijd bloot moest zitten? Is dat wat hij bedoelt met het ordinaire? En seks? Ja, maar dat is een beetje een fabeltje. Kijk, dat stamt nog uit de periode van Pim en Wim. Zo'n beetje Pim Laparra en Wim Verstappen. Ja. 60 jaren, 70 jaren. En ja, die waren heel erg op dat bloot. Maar dat is, daarna is dat echt helemaal niet zoveel aan de hand, hoor. Maar, Nee, dat vind jij? Nou ja, ik vond in zo'n film als Vlodder, ja, kijk, als je er eenmaal aan begint, moet je er ook goed aan beginnen. Ja. Nou, het was nog keurig gedaan, toch? Want je hoort Tatjana Simicho zeggen, ik voelde van alles. Het lijkt me ook vrij onwaarschijnlijk als je zo'n scène moet doen dat er niet iets gebeurt natuurlijk. Ja, het is half porno natuurlijk, wat je ziet. Maar ja, ook heel braaf eigenlijk. En heel lollig, zal ik maar zeggen. Maar ik denk wel dat als mensen een scène moeten noemen van een Dick Maas film, dan zullen ze toch zeggen, buurman, wat doet u nu? Terwijl het nooit zo in het script heeft gestaan eigenlijk, hè? Ik ben er nooit van uitgegaan. Ik had nooit verwacht dat het zo'n iconische scène zou worden natuurlijk. En dat is ook pas later volgens mij. Ik had niet meteen iets toen die film uit was van, oh, iedereen heeft het nu over die scène. Want er zaten wel meer highlights in, ja, in die eerste Vlodder, weet je wel. Waarvan ik dacht, zo'n achtervolging op de snelweg. Zo'n crash met zo'n tankwagen. Met die SUV-man ook. Ja, en die SUV-wagen, ja. En dat soort dingen. Dus ik had helemaal niet iets van, buurman, wat doen nu? Ja, dat was meer zo'n tussenscène. Het is ook de manier waarop zij dat natuurlijk zei, hè? Ja, dat is ook leuk. Kijk, Tatjana is geen actrice, of dat was ze toen helemaal niet. Ze was fotomodel, dus ze moest heel erg werken ook aan de dictie en hoe ze dingen uitsprak. En daar hield mijn regieassistent Mirna Vergils altijd mee. Die repeteerde daar ook heel goed in. En vaak moest je het voorzeggen en dan zei ze het na, weet je wel. En dan, maar het werd altijd net, ja, toch een beetje Tatjana dan. Ja. Dus het had altijd iets eigens en dat was heel leuk. Het heeft er wel voor gezorgd dat ze een grote ster is geworden. Ja. In ieder geval heel bekend. Nee, heel bekend inderdaad, ja. Je bent een van Nederlands succesvolste regisseurs. Er zijn eigenlijk maar weinig regisseurs in Nederland die films maken zoals jij ze maakt of maakte. Hè? Want ik heb je wel eens horen zeggen, nu met corona
kan ik sowieso, wil ik sowieso geen film maken op deze manier. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus ik hoop dat het snel voorbij is en dat we misschien nog een film krijgen, te zien krijgen. Heb je het idee dat je ook gerespecteerd wordt in Nederland als regisseur? Ik denk niet door iedereen. Kijk, een groot publiek is fan van mijn films. En het grappige is dat ik merk van dat nu alles eens een keertje op een rijtje wordt gezet in een documentaire. Dat mensen helemaal niet weten dat ik en Vlodder heb gedaan, en Amsterdam, en De Lift, en nog iets als Moordwijven. Sint, en Moordwijven. Prooi. En dan nog die clips voor de Earring en zo. En voor Marco Down. Sato en allemaal dat soort werk. Ja. En ik volgens mij helpt dat toch wel een beetje. Dat ik het iets meer respect bij ook mensen krijg die vaak alleen maar afgaven op de films. Nou, dan kon je wel zeggen van, nou goed, het enige waar Nederland nog kan, is romcoms maken. En dat wil ik niet. Nou ja, dat is nu de trend is nu, of de trend. Het is duurt wel heel lang, hè? Ja, het is heel, er is gebleken dat die romcoms veel publiek trekken. En je kan ze relatief goedkoop maken. Kan ze relatief goedkoop maken. Vaak worden scripts uit het buitenland aangekocht. Die worden even bewerkt en je kan weer een romcom maken. Het is eigenlijk een beetje te veel een producentenwereld geworden. Het is een producent die bepaalt van, jongens, we gaan die film maken. En die zoeken er vaak een regisseur bij en dan is er weer een product. En er zijn maar heel weinig filmmakers die met een eigen idee en iets wat een beetje buiten die romcom, een beetje meer, iets meer fantasie erin. En dat is heel moeilijk van de grond te krijgen. En dat is ook aan de ene kant logisch, omdat dat minder opbrengt. Maar dan moet er iets gebeuren aan de financiering. Maar hoe kan dat? Ik bedoel, die film Vlodder bijvoorbeeld, hè, uit 1986. Die staat al sinds 1986. Het is de best bezochte film sindsdien. 2,3 miljoen bezoekers. Ja. Dat is natuurlijk nooit meer voorgekomen. Dus het kan wel. Het kan wel, maar goed, die tijd was natuurlijk anders. Iedereen. Je had niet zoveel tv-zenders en alles. En er was niet zoveel keus ook aan films. Er werd veel minder uitgebracht. Als je dan eenmaal in de bioscoop goed staat met een redelijke film. Toen gingen er veel meer mensen ook naar de bioscoop. Dus ja. Dat lukt anno 2020 sowieso niet meer, zeg je? Nee, die getallen voor Nederlandse films moet je ze in ieder geval vergeten. Ja. Zou je nog wel zin hebben om een nieuwe film te maken? Ja, zeker. Ja. Heb je nog een idee? Ja. Nou ja, er ligt een stapel scripts klaar, weet je. Dus, maar het probleem is dat ze niet te financieren meer zijn. En ik maak nou niet goedkope films. Die van mij zijn altijd net iets duurder. omdat er veel spektakel in zit. Er zitten veel stunts in. Er zit vaak visual effects in. Nou, dat maakt de film duurder. En ik krijg dat niet bij elkaar nu. Het is heel moeilijk om meer dan 2 miljoen euro's tegenwoordig bij elkaar te krijgen. Waar zit hem dat dan in? Is dat de huidige tijd? Heeft dat ook met corona nu te maken? Is het nog verder onderuit gegaan? Het was al voor corona was dat slecht. De corona heeft daar eigenlijk niks mee te maken. Corona maakt het alleen moeilijk om nu te filmen. Maar gelukkig ben ik niet in productie, dus voor mij maakt het niet uit. Maar het is meer. Het financieringsklimaat is heel slecht. En dat komt natuurlijk ook door de overheid die weinig geld in cultuur steekt en al vrijwel niks in film. Er blijft een heleboel geld in de keten hangen bij de bioscopen. Wat naar mijn idee veel meer naar de distributeurs en naar de producenten toe moet. 30% ongeveer wat de bioscopen? Nee, er gaat van een film. Als een film in de bioscoop gaat, blijft er 60%. 60%. Blijft in de bioscoop. Nou. Dan komt er maar heel weinig terug, hè? Er komt heel weinig terug. En dat was in de 80 jaren en 90 jaren was dat anders. En had je ook een grotere DVD-markt en zo. En dat is allemaal ingestort. Dus het is helemaal veranderd. Maar de overheid ziet daar ook niet het belang van in om meer geld in die hele cultuur te stoppen. En meer geld in de film. Dus we zitten nog steeds aan te lage budgetten. De budgetten zijn nauwelijks verhoogd. En eigenlijk kan je daar geen films voor maken. Als jij nu een film zou willen maken, wat heb je dan nodig? Hoeveel geld heb je dan nodig? Nou, ik op jouw manier, hè? De dikke nou ja, ik heb een script liggen en dat ligt er al een jaar of 8. Een grote spektakelfilm. Nou, die was toen 5 miljoen, had ik die ongeveer geschat. En dat zal nu 6 miljoen zijn, misschien. En ik heb ook en dat andere lukt niet? Nee, dat lukt mij niet. Nee. Want nou ja, je moet ook kijken. Ik maak films die ook gefinancierd moeten worden, vaak helemaal uit Nederland. Zo'n film als Sint,
daar kan je niet mee gaan naar het buitenland en vragen om geld. Hè. Dat kan je bijvoorbeeld met een film als Brimstone kan je dat doen. Want dan haal je gewoon Duitse acteurs en heb je Engelse acteurs. En dan krijg je overal wat geld vandaan. Ja, ik maak meestal heel Nederlandse films. Een film als Moordwijven, ja, daar kan je ook niet uit buitenland geld halen met buitenlandse acteurs erin. Dat moet allemaal... Shelter of zo is dat, hè? Wat ze veel in België doen, hè? Nou, dat is één ding. Dus RTL zat er ook in die film? RTL? Ja, zeker. Nee, dus in die tijd, gaf zo'n zender als RTL, die gaf ook meer geld staakjes in films. Mm-hmm. Dat is ook afgelopen, omdat ze waarschijnlijk zien dat dat ook nauwelijks iets opbrengt. Of niet genoeg, naar hun idee. Mm-hmm. Dan heb je wat tax shelters. En je kan inderdaad nog naar België voor een tax shelter. Maar dat is ook zo'n mal gedoe. Want dan moet ik gaan zitten, de geluidsmixage of zo, die moet ik dan opeens in België gaan doen. En de Belgen die gaan hier in Nederland zitten vanwege de tax shelter. Ja. En die gaan hier zitten mixen. En dan het is een komische situatie, maar het levert wel geld op. Het levert wat mij ook weer niet genoeg. Nee. Ik heb het gedaan met Prooi en het was niet echt leuk om op die manier te financieren. Nee. Dat veel mensen waarschijnlijk ook niet weten, is dat er heel veel films een behoorlijk Flevolandse tint hebben gehad. Jij hebt een prestigeproject zo'n beetje opgezet samen met Laurens Geels in Almere. First Floor Features Studio. Dat is niet heel leuk afgelopen allemaal. Volgens mij zijn we daar nog steeds over aan het steggelen. Over filmrechten en dergelijke. Hoe dat, Maar goed, dat heeft niet alleen met die studio te maken. Dat heeft gewoon met rechten het bedrijf van... te maken. Ja, precies. Ja. Ja. Dat we failliet zijn gegaan, ja. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Het was een project. En ik heb jou ooit, volgens mij was dat in 2007... serie Alles Allemaal Film met Jeroen Krabbé. Ook gezegd van, jullie hadden verwacht eigenlijk dat... Het was heel populair voor Amerikanen om in Europa een film op te gaan nemen. En met zo'n studio is misschien ook wel een idee dat de Amerikanen bij ons komen draaien. Ja. En dat gebeurde eigenlijk niet, hè? Nee, dat was één ding. Maar toen ging die markt opeens veranderde ook weer. Toen werd het opeens weer voor Amerikanen goedkoper om in Engeland te draaien. En daar waren weer allemaal regelingen. Ja, hoe het precies zat, weet ik ook niet. Het was gewoon, ja... Kijk, we hadden die studio gebouwd en opgezet omdat... Ik wilde een film maken en die heette The Missing Diaries. En die was heel groots opgezet. En dan moest ik een deel van de gracht van Amsterdam nabouwen. En daar had ik eigenlijk die hele backlot rond die studio... had ik daarop berekend dat ik daar die gracht zou kunnen bouwen. En een heleboel sets en zo. Dus dat was eigenlijk een van de dingen. Maar toen ging die film ook niet door. Er was ook geen geld voor. En toen ging het ook slecht met andere first floor films. Dus ja, dat... Ja, dat ging toen helemaal mis. Diezelfde documentaire, ik zal het even quoten, want ik had dat even opgeschreven. Ik heb mijn kans gemist om naar Amerika te gaan. Dus ik denk, ik ben hier te lang blijven hangen, omdat ik dacht, het komt hier wel goed. En dat, het is hier eigenlijk niet goed gekomen, vind ik. Ja, nee, want we hadden het idee ook om vanuit Nederland internationale films te gaan maken. En dan hebben we geprobeerd met Down en Doen It Disturb. Maar toen ging dat hele filmklimaat werd hier opeens. Toen werd al die regelingen werden hier weer ingetrokken. Dus je kon niet meer op die schaal produceren. En inderdaad, ik heb aanbiedingen gehad om in de 80e jaren al om daar films te maken. En dat, ja, toen was ik net bezig lekker hier met Amsterdam en zo. Dus ik dacht van ja... Komt hier wel goed? Ja, ik zit hier wel goed. Want kijk, de lift was ook over de hele wereld gegaan. Amsterdam is heel goed verkocht. Dus je dacht van, nou, je kan vanuit Nederland is het mogelijk. En dat is nog steeds mogelijk, want eigenlijk bewijst Prooi dat ook weer. En Sint vooral. Sint is ook aan 40 landen verkocht, helemaal internationaal. En het is gewoon een Nederlandstalige film over een onderwerp wat eigenlijk niemand... Op België nou is dat eigenlijk nergens. Nee, daar weten ze ook niet waar je het over hebt. Maar goed, het is een universeel gegeven en zo verder. Dus de mensen begrijpen wat voor film dat is. Dus je kan best vanuit Nederland vooral genrefilms maken. Zo'n film als Prooi is ook al over de hele wereld. China heeft dit helemaal niet zo gek gedaan, hè? Nou, niet zo gek. Er zijn 1,5 miljoen mensen in één week naartoe gegaan. Ja. Nou, gaan films maken voor China. Maar daar was je dan weer niet blij mee. Want die film is helemaal verknipt. Daar heb ik gekeken van wat ze nou eigenlijk te zien kregen. En was, alles behalve de leeuw. Ja, nou, de leeuw zat er nog wel in. Maar alles wat nou enigszins bloederig was, dat was eruit geknipt. En ik dacht, nou ja, volgens mij als Chinees begrijp je helemaal niet meer wat er gebeurt op sommige momenten. Nee. Dus, maar ja, toch 1,5 miljoen Chinezen naartoe. Ja. We zitten alweer bijna onze tijd. Dat vind ik jammer. Erg jammer. Maar we kunnen misschien nog wel even... Ik weet niet, heb je nog tijd om nog heel even te blijven? Of zeg je van... Jawel, maar... Krijg je nog een bak dat moeten jullie maar zeggen, ja. Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk... zag je zondag voor het eerst de Dick Maas Methode, de documentaire... Tijdens het Nee, ik had al wat offline of op de videoscherm en zo, hoe heet het, op de
computer gezien. Ja, nou laten we zo meteen nog eventjes praten over wat je er eigenlijk van vond. Dat is trouwens ook gemaakt door een Almeerse filmmaker. Die jongen is opgegroeid in Almere. Dus nog een Flevolands tintje. Dick Maas hier in de studio. We praten door met regisseur Dick Maas. Hij is vanaf donderdag weer te zien in de bioscoop. Maar dan met een documentaire, de Dick Maas methode. En ik vroeg hem net eventjes voor 1:30. Je hebt hem gezien afgelopen zondag. Eigenlijk voor het eerst in zijn geheel, denk ik dan. Nadat je al wat vlodders... Dat helemaal af was, ja. Ja, dat helemaal af was. Ja. Wat vond je ervan eigenlijk? Nou ja, het is een leuk tijdsbeeld, zou ik zeggen. Het is, je hoort er, aan de ene kant is natuurlijk, er zitten collega-filmmakers die iets over mij zeggen. En het meeste is gelukkig positief, dus daar kan je alleen maar blij mee zijn. Dus je krijgt allemaal veren in je reet. En het leuke is dat je ook ziet dat er een hoop filmers en regisseurs zeggen geïnspireerd te zijn... geweest door dat ik heb laten zien in de 80 jaren dat je ook op een andere manier films kon maken in Nederland. En ja. dat ze gestimuleerd heeft bij wat ze gingen doen. Maar ben je dan trots als je dat allemaal zo ziet op een rijtje, dat oeuvre? Ja, want als je het achter elkaar ziet, denk je, jeetje, wat hebben we allemaal overhoop gehaald. En wat veel eigenlijk en zo. Ja, maar goed, dat heb je natuurlijk. Je ziet 30 jaar werk of zo, zie je voorbij komen of zelfs meer. Zie je wel eens iets van jouw methode terugkomen in nieuwe films? Nou ja, methode. Ja, het is wel een bepaalde methode. Want elke film die je opzet, daar herken je gelijk. Al is het maar aan de muziek. Je voelt het. Ja. Het is een Dick Maas. Maar laat ik zeggen, dan heb je het over hoe de look is en hoe ik film. Dat is één ding. Mm. En als je het over methode hebt, ik heb er natuurlijk over na zitten denken, want ik krijg die vraag de hele tijd van, nou, wat is nou je methode? En toen dacht ik, nou, mijn methode is dat ik me niet heb laten afleiden door meningen van anderen. Nee, jij wil het maken zoals je hem wil maken, zo maak je hem. Ja, en dat heb ik altijd volgehouden. En in het proces van filmmaken zijn er zoveel mensen die er altijd een mening over hebben. Mm-hmm. En dan moet je gewoon... Je mag er wel naar luisteren, maar je moet er gewoon filteren. De meeste mensen hebben namelijk geen idee die hier in Nederland in die filmbusiness zitten. Er zijn maar een paar mensen die echt weten wat filmmaken is. Nou, daar moet je naar luisteren. Mm-hmm. Maar het merendeel moet je naast je neerleggen. En al die opmerkingen van fondsen en zo, van je moet het dus doen. En ik wil dat je die acteurs erin zet. Het is niet leuk en het is herschrijven nog een keer. Ik bedoel, daar heb ik altijd lak aan gehad. Ja. En dat is geloof ik nog wel het meeste wat ik mensen kan aanraden. Welke film ben je het meest trots op? Dat je zegt van nou, dat vind ik nog steeds een fantastische film die ik zelf gemaakt heb. Nou, een film die het meest coherent is, vind ik. Waar ik eigenlijk niet zou weten wat ik daar nog aan zou moeten veranderen, is Moordwijven. Ja? Ik vind Moordwijven wel behoorlijk goed in elkaar zitten. Ook hoe die gefilmd is, hoe die eruit ziet. De vormgeving, hoe er geacteerd wordt. De timing, de tempo erin. Er zit ook alles in, hè? Ja, dus daar ben ik wel heel blij mee. Ik vind het ook een grappig verhaal, al zeg ik het zelf. Mm-hmm. Maar het klopt. Hij begint ook leuk. Ja, nou ja, hij begint verrassend, zal ik maar zeggen. Ja. En bijna bij al mijn films heb ik... meeste andere films heb ik toch iets van... nou, daar wil ik toch wel... dat is niet gelukt. Of ik blijf altijd die scènes zien die niet gelukt zijn. Of waarvan ik dacht... ik hoor nog als een acteur een zin fout heeft uitgesproken... dan hoor ik dat nog steeds. Dan denk ik, oh ja, dat was... Wat voor zin is dat? Heb je daar een voorbeeld van? Of een scène waarvan je... Er zijn een heleboel zinnen. Nou, dan moet je ze gaan zien. Maar, ja, oké. Okay. Dan denk je, nou ja... En ik zeg niet dat het schuld is van de acteur of zo. Maar dat is het vakwerk in jouw gebied natuurlijk ook. Jij hebt dit in je hoofd. En ja, het is moeilijk voor een acteur om het gevoel en de emotie van de regisseur over te nemen. Ook de kwaliteit van een acteur natuurlijk. Ja. Maar heel vaak wordt het ook beter. En dan gebruik je inderdaad... Komt er een laag bij. Ja, maar... Ik weet nog donders goed wat er niet goed is aan mijn films. En daar erger ik me elke keer weer aan als ik dat zie. Amsterdam, dus dat heeft bijna een miljoen bezoekers getrokken. Ze zaten volgens mij ook in een lijstje met best bezochte Nederlandse films aller tijden. Samen met Schatjes een beetje evenveel bezoekers getrokken. Daar heb je ook wel eens over gezegd. Daar was ik eigenlijk helemaal niet zo tevreden over Amsterdam. Nou ja, dat is dan achteraf. Ik bedoel, die film ziet er, vind ik, wel heel goed uit. En het is prachtig wat we allemaal voor elkaar hebben gekregen. En er zitten wat actiescènes in die behoorlijk goed zijn. Maar het verhaal is heel raar eigenlijk. En ik heb dat wel eens gezegd. Het is een heel raar verhaal, Amsterdam. Dan gaat het over een politieinspecteur die een zaak moet oplossen. Maar hij lost niks op. Hij komt steeds te laat overal. En... het is een beetje van toeval dat ze op een gegeven moment achterkomen wie de dader is. En
Er is helemaal geen confrontatie tussen hem en de dader. Die dader die berooft zichzelf van het leven. komt er ook weer te laat. Dus het is eigenlijk een hele rare. Het gaat over een hele rare politieman die eigenlijk die hele film niks heeft opgelost. Nee. En dat zou ik wel anders hebben gedaan als ik daar nog eens over aan na had kunnen denken. En denk van nou, ik moet toch nog iets in het script. Had ik toch nog iets moeten veranderen. Iets. Stel, er komt nu zo meteen een geldschieter en die zegt van Dick, ik heb jou gehoord bij Dit is Flevoland. En dat verhaal van jou, dat spreekt me eigenlijk wel aan. We gaan Amsterdam gaan we opnieuw doen. Nee, dat ga ik niet doen. Ten eerste, ik hou er niet van om mijn films te remaken. En ook niet vanuit het buitenland? Nee. Nee, maar ten tweede is het onmogelijk. Down was toch een remake van The Lift? Nou, dat was meer een sequel-annex-remake. Ja, want sommige scènes waren natuurlijk bijna zowat. Sommige scènes waren vrijwel identiek. Maar de hele opzet, als je kijkt naar de hele structuur, die was anders. En, ja, dat klopt. En daarom heb ik er ook zo lang tegenaan zitten hikken. Want ik dacht van, ja, ik ga niet voor Amerika. Ik hou niet van één op één zo'n film dan in een Amerikaanse gebouw te verfilmen. Dus daar heb ik gezocht naar een vorm dat ik dacht van, nou is hij ook weer interessant voor mij. Weet je? Dus, en dat is toch een wijk die op een heleboel punten behoorlijk af van het origineel. Ja, ja. En ben je daar geen remake. Wat jou betreft. Nee. Maar je, dat kan je ook in Amsterdam niet meer doen, die remake. Ik bedoel, als je dat bedoelt, het is in Amsterdam onmogelijk om wat we toen. Toen hebben we de halve stad afgesloten voor die achtervolgingen. Dat kan allemaal niet meer, hè? Is onmogelijk. Ja, het staat ook in je boek, Buurman, wat doet er nu? Is 3 jaar geleden uitgekomen. Ik heb dat met veel plezier gelezen, overigens. En daar beschrijf je ook een beetje hoe het is, hè? Buitenlandse filmmakers, daar ligt de rode lopers een beetje vooruit als ze in Amsterdam willen filmen. Maar als je als Nederlander een publieksfilm wil maken in Amsterdam, word je van alle kanten tegengewerkt. Ja, het is wat extreem gesteld. Ik bedoel, maar het is voor buitenlanders ook moeilijk, maar die hebben vaak meer geld. En wij hebben natuurlijk als Nederlanders weinig geld. En dan maken ze het nog zo moeilijk in Amsterdam. En het is heel moeilijk. Het is niet alleen vanwege de overheid, maar er zijn allerlei buurtcomité's. En dat ligt dan ook weer aan internet. Ik bedoel, je krijgt meteen de dierenbescherming. Dierenbescherming krijg je, ja, allemaal. En iedereen is meteen gemobiliseerd via Twitter. En dat wordt zo lastig om te draaien. Dat heb ik bij mijn laatste filmprooi ook gemerkt. Ja. Heel lastig draaien in Amsterdam. Maar goed, je kan natuurlijk ook gewoon. Ik denk dat in Flevoland is ten eerste heel veel ruimte. En ten tweede denk ik dat ze je met open armen ontvangen. Je hoeft er niet altijd in Amsterdam te draaien. Graven hier en dan. Hey, maar moet het altijd in Amsterdam zijn dan? Nee, dat hoeft niet. Nee, toch? Absoluut niet. Want Moordwijf is volgens mij ook juist deels zo in Amsterdam. Is niet echt het heel dik bovenop. Nee, wat raar is, ik heb een heleboel scripts geschreven die niet gemaakt zijn. En die zijn vaak op heel andere plekken. Maar om een of andere reden gaan dat de films die in Amsterdam zich afspelen, die gaan altijd opeens door. Ja. Ja, dus dan lijkt het net of ik alleen maar in Amsterdam wil filmen. Het is helemaal niet zo. Nee, maar dat is wereldwijd natuurlijk ook aantrekkelijk. Hè? Want Amsterdam is toch iets magisch ook voor toeristen. Ja, het is commercieel. Is het, kijk, Prooi had niet in Zwolle gemoeten of zo, zou ik maar zeggen. Maar Rotterdam bijvoorbeeld is ook wel heel filmisch. Rotterdam had gekund. Maastricht. Ja. Een hele serie is overgemaakt. Ik hoop het niet hoor, Dick. Maar moeten we dan bijna al concluderen, Dick Maas maakt geen Nederlandse film meer? Nee, want kijk, ik hoop dat. Kijk, zo'n documentaire, dat lijkt dan weer zo'n afsluiting van een carrière. En dat vind ik altijd vervelend, dat idee zo van, nou ja, ik hoef nou eigenlijk niks meer te maken, documentaire, weet je wel. Je hoeft alleen maar dood te gaan, wou je zeggen. Ja, ik kan dood gaan. En dan, ik heb tenminste mijn documentaire binnen. Dat kan ik van een hoop andere cineasten kunnen dat nog niet zeggen. Nee. Maar ik heb iets van, ik vind het. Naar mijn idee zit ik op de helft en gaan we nog lekker door met films maken. Maar er moet wel iets in het financieringsklimaat veranderen. Want ik krijg op dit moment mijn budgetten niet meer bij elkaar. Duidelijk. Maar nu zitten we midden in corona. We doen toch een oproep naar miljonairs die geld over hebben. En dat zijn er werd ook een hele serie over Almere. Werd er gesponsord door City Almere, weet je wel. Dat, nieuwe buren en zo. Ja. Als we dat budget nou in ieder geval vast bij jou doen. Ja, laat ze maar wat deze kant. En we doen er een leuke crowdfunding actie. Bas Smit die kan heel goed met crowdfundingsacties overweg. Dus misschien als we daar wat mee regelen. Ik zei net tegen Dick in het voorgesprek. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die zijn zo rijk. Die weten niet meer wat ze met hun geld moeten doen. En je weet ook wel als je in een Nederlandse film investeert. Ik zou het in film steken, als ik hun was. Nou ja, dat weet je zeker dat je het niet meer terugkrijgt. Je krijgt het niet meer terug. Nee, toch? Nee, dat moet je kaartjes voor de bioscoop. Ja, precies. Mag op de set komen kijken. Uitnodiging voor de première, dat zit er allemaal nog wel in. En misschien nog een exemplaar van Buurman, wat doet u nu? Ja. Maar we zitten nu midden in de coronacrisis. Ik denk dat het alleen maar moeilijker gaat worden misschien wel. Want de overheid moet het geld nu eventjes op een andere manier verdelen. Ja. Betekent dat ook een beetje het einde dan voor de filmindustrie in Nederland, voor zover die daar al is? Nou ja, dit is niet beter op geworden. Nee. Ik bedoel, het draaien op de set, dat is al vanwege die regelingen. Je hebt een speciale iemand op de set rondlopen die de regels moet handhaven.
En het draaien is dus duurt langer, want iedereen is bezig met alles te poetsen en weet ik veel wat allemaal. De disciplines, dus de verschillende departments moeten na elkaar op de set komen. Nou, je krijgt alleen maar meer langere draaitijden en zo. En ja, dat maakt het allemaal veel duurder weer draaien op deze manier. En ja, ik zie dat voor mij niet gebeuren. De manier waarop ik draai, dat kan niet op de corona-manier. Ik hoor heel vaak mensen ook zeggen van Flodder komt weer terug. Nou, dat komt al steeds terug. Dat wordt overal herhaald. Ja, je komt er niet omheen. Gek van. Hoe lang mogen ze dat dan blijven herhalen? Hebben ze gewoon, RTL heeft gewoon weer recht tot de lengte vandaag. Ja. Dat gaan ze ook doen hoor. Tot het eind van de coronacrisis. Ben je daar blij mee? Ja, natuurlijk. Nou, het geeft aan hoe populair het is. En dat er nog steeds mensen naar kijken. Een reboot? Hè? Een reboot, een nieuwe versie. Daar ben ik ook helemaal niet zo tegen. Ik ben een aantal keren bij omroepen langs geweest met het plan. En het is er nog steeds niet van gekomen. Huh. Om een of andere reden. Maar dan moet je aan die omroepen vragen waarom niet. Nou, we gaan ook nog wel een keer. Maar het is een leuk idee. Ja. Ik wil nog één ding van jou weten, Dick. Heb je in al die jaren, je bent in 77 afgestudeerd aan de Filmacademie. Heb je ooit gedacht, ik heb het totaal verkeerde beroep gekozen? Nou, totaal verkeerd niet. Maar ik hou ook heel erg van muziek maken. En dat doe ik ook zelf. En ik had het niet erg gevonden als ik in die richting was doorgegaan. Hoor. Dus in band en componeren en dat soort dingen. Dat doe ik nu nog steeds. Dat doe ik nu in de coronatijd nog extra, zal ik maar zeggen. Want dan zit ik lekker thuis in mijn studio. Zit ik muziek te maken. Dat vind ik hartstikke leuk. Dus dat is eigenlijk... En misschien als ik daarin was doorgegaan, dat ik dan had gezegd van ik had misschien toch films moeten maken. Ja, ja. Ja. Dat was mijn laatste vraag. Ja, nee. Ja. Wat nee, was de muziek van de lift, was er nou een Juno of een Roland D5? Roland was gemaakt. Volgens mij. Juno is Roland. Ik had een Juno en ik had een Jupiter. En ik weet niet meer precies, ik had die door elkaar gebruikt, geloof ik. Die muziek is nog steeds top. Heel erg typerend, ja. Gisteren natuurlijk weer nieuwe maatregelen rondom corona. Net voordat die film dus of die documentaire in première gaat. Hou je dan een beetje je hart vast? Dat je denkt, wat zonde is dat nou dat het uitgerekend nu komt? Ja, want ik hoorde net, kreeg net het bericht dat bijvoorbeeld er was een nieuwe restauratie van de film Karakter gemaakt. Oscar gewonnen. Die zou vanavond in Utrecht in première gaan. Die is afgelast omdat ze geen toestemming krijgen om met meer dan 30 man in de zaal te gaan zitten. Ja. En ja, als dat nu voor alle bioscopen gaat gelden, dan denk ik, wat is dit nou weer voor iets raars? Maar goed... de documentaire gaat in 100 bioscopen, geloof ik, uit. Ja. Ja, als er steeds maar 30 man in kunnen. Al heb je een grote zaal, dan mag je toch meer. Ja, maar goed, ik heb het niet zo met al die regelingen, maar ik wacht af. Ik lees je Facebook-post geregeld. Ja. De Dick Maas-methode. Is trouwens, die naam is natuurlijk vanwege de Botox-methode. Omdat moordwijven eigenlijk de Botox-methode had gegeten. Ja, klopt. Okay, dus een verwijzing daarnaar. Documentaires te zien vanaf aanstaande donderdag in 100 bioscoopzalen. Ik vond het een eer hier te mogen ontvangen, regisseur. Ik ook. Dat was gezellig, jongens. Dick Maas, dankjewel. Ja.